En super tof jullie kijken naar weer een gloednieuwe video. Mijn naam is Melvin, als jullie dat nog niet wisten. En in deze video ga ik het hebben over de derde winst van Max Verstappen. Max Verstappen, oh wacht, even een pet op. Kijk, dan ben ik helemaal in de stijl van Max Verstappen. Max Verstappen heeft de derde winst van de Formule 1 gehaald. Gisteren in Mexico had hij een fantastische race. Hij begon supergoed. Hij zat tussen Vettel en Hamilton. En ik was al een beetje bang van, oh nee, straks krijgen we die crash van je weet nog, van Ricardo. En dat hij ertussen zat, tussen de Ferraris. En ja, oké. In ieder geval, daar was ik dus een beetje bang voor. Maar ja, Max, die rijdde gewoon door. En die dacht, gas erop, gas op die plank en gas op die lorry. En toen crashte Vettel en Hamilton, die crashten gelijk. Helemaal naar achteren, allebei de pit in. Die waren koekoek. En Max Verstappen die kon eventjes stil doorrijden en doorrijden. En op een gegeven moment stond hij 20 seconden voor op Bottas. En toen was het een hele saaie race, tenminste voor Max. En voor mij ook, want ik vond het echt niet meer entertainment. Het was gewoon duidelijk. Het was gewoon meer hopen dat hij niet uitviel. En op een gegeven moment hoorde hij het ook nog eventjes. Ik weet niet of hij dat hoorde, maar... In ieder geval, Ricardo liep je ook even uit. Ook eventjes lekker. Want elke keer krijgt Max pech. En nu krijgt hij eventjes pech. Ja, toen had hij de winst te pakken. Woehoe! Maar ja, Hamilton, die had ook gewonnen. Ja, gewonnen. Hij stond 8e of 9e. Maar hij had ook gewonnen omdat hij namelijk wereldkampioen is geworden. Van het hele jaar, dus alle races bij elkaar, heeft hij de meeste punten gewonnen. En is hij wereldkampioen van de Formule 1 2017. Vonden jullie deze video nou hartstikke leuk? En denken van, ja maar Melvin, ik heb de race nog niet gezien. Wees niet getreurd, ik heb hier een infokaart staan met de samenvatting van eergisteren. Kun je deze race op je gemak kijken. Ik hoop dat jullie ook hebben genoten van deze video. Dus vergeet zeker even niet een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet ook zeker even niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En het belletje aan te zetten dat je zeker niks mist van mijn video's. En dan zie ik jullie morgen weer met weer een gloednieuwe video van de Road to the 300 abonnees. Doei!